Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing die dit jaar vaak in het nieuws is geweest vanwege de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag, is niet bang dat hierdoor Max Verstappen gaat vertrekken. Bij Sky Sports zegt Horner dat hij zich ondanks alle geruchten geen zorgen maakt over de toekomst van Verstappen. Hij gelooft heilig dat de Nederlander ook in 2025 nog bij Red Bull rijdt. Je meldt die geruchten elke week, maar hij is er nog steeds. Kijk, Max is gelukkig in het team, hij heeft een geweldige groep engineers om zich heen, hij heeft een geweldige auto, hij rijdt in de beste auto op de grid, hij rijdt in de vorm van zijn leven. Het gaat niet om contracten, het gaat erom dat je tevreden bent en ik denk dat dat voor elke coureur geldt. Hij heeft die dynamiek om zich heen en ik denk dat je bij hem een coureur ziet die geniet van die omgeving. Horner stelt ook dat het vertrek van Newey, die na dit seizoen definitief afscheid gaat nemen van Red Bull, geen verrassing was voor Verstappen en dat de Nederlander en het team hier al op voorbereid was. Ze hadden door de jaren heen een goede relatie gehad, net als onze vorige coureurs, maar Max begrijpt ook dat hier een planningsproces aan vooraf is gegaan en dat het niet zomaar een reflex is, dus de structuur verandert niet door het terugtreden van Adrian. Aldus Christian Horner. Volgens Formule 1 CEO Stefano Domenicali hoeven Red Bull Racing en VCarb zich nergens zorgen over te maken. De afgelopen maanden werden er vraagtekens bij de samenwerking geplaatst door enkele concurrenten, maar volgens de CEO verloopte alles volgens het boekje. Vooral McLaren CEO Zak Brown was open in zijn kritiek op de samenwerking tussen de twee teams. Dus stelde hij eerder dat het niet in het belang van de sport is om twee teams te hebben met dezelfde eigenaar. Hij wees naar de commissies waarbij een zusterteam eigenlijk altijd met het topteam meestemt, ook als dit tegen het eigen belang is. Afgelopen jaar kondigde VCarb aan dat het de banden ging aanhalen met Red Bull Racing en de angst was dat het zusterteam zich ook zou gaan mengen bij de bovenste posities. Maar na 6 races in 2024 kan die bewering ook de prullenbak in. Bij het Italiaanse La Gazzetta dello Sport wordt de CEO van de FOM gevraagd of hij problemen heeft met de constructie tussen Red Bull Racing en VCarb. Wat betreft de vernieuwing van het Concord Agreement is het onderwerp van Red Bull als eigenaar van twee teams naar voren gekomen, maar ze kunnen daarmee doorgaan vanwege de bijdrage die het merk heeft geleverd aan de F1-geschiedenis. Daarmee is de kritiek die Brown leverde dus van tafel geveegd, want de CEO van de FOM kijkt simpelweg naar de geschiedenis. Hoewel veel coureurs, waaronder Max Verstappen, hebben aangegeven dat 24 races per jaar echt het maximale is, onthult Stefano Domenicali dat 25 races per jaar ook nog wel kan. Ook is de Italiaan van plan om het aantal sprintweekenden uit te breiden. De Formule 1 kalender wordt alsmaar voller en voller. In 2024 gaat de sport haar drukste kalender ooit aan met maar liefst 24 Grand Prix. Ook hebben we dit seizoen 6 sprintraces, waarvan het format van vorig jaar wederom is gewijzigd. Verstappen was vocaal over het programma van de sport. Zo is het in zijn ogen niet te doen voor de monteurs, die heel vaak weg zijn van huis. Ook Lando Norris schaarde zich achter de Nederlander en noemde het zelfs ongezond. In gesprek met La Gazzetta dello Sport vertelt Domenicali over een uitbreiding van de kalender. We bevestigen het plafond van 25 Grand Prix per seizoen en zijn van plan om het nieuwe format van sprintraces, die raceweekenden spannender maken, uit te breiden naar meer evenementen. Hoeveel raceweekenden dan omgezet worden naar sprintraceweekenden, dat is niet duidelijk. Ja, en ik ben wel benieuwd wat jij nou vindt van deze ontwikkeling. Waar ligt de grens? Is dat 25 of misschien meer of minder? Laat het even weten in de reacties en dit was dan ook gelijk het einde van deze video. Vond je deze video tof? Vergeet dan even niet een like achter te laten. Abonneer op GP Fans als je niks wilt missen rondom de Formule 1. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!